BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Wij schrijven regelmatig teksten voor jou. Ik ben inmiddels achtergekomen wat het voor je kan betekenen, zowel fysiek, maar ook mentaal. Wat doe je precies en waar help jij, ondersteun jij mensen bij? Goeie vraag. Het is ja, best wel een diepe vraag is dat. Hè? Je kan, wat ik dan doe is, ik geef les in Gracie Jiu-Jitsu. Waar ik mensen bij help is weerbaarheid. Yes. Dus dat is dan één aspect. Weerbaarheid fysiek, mentaal, verbaal. Goed, het woord is nou tegenwoordig een hot topic. Hè? Dus wij noemen het dan self-defense. Zelfverdediging in het Nederlands. En daar zitten verschillende aspecten in. Weet je, je kan zeg maar in een conflict heeft verschillende scenario's. Weet je, het kan op je afkomen of niet, of je zoekt het op of je zoekt het niet op. En dat zijn dingen die bespreken wij dan in mijn les. En hoe voorkom je dat? Dat is natuurlijk altijd nummer één. Soms kan je het niet voorkomen, het overkomt je. Dat zeg ik dan ook wel eens tegen de vrouwen die dan wel eens trainen. Hè? Weet je, niemand zit erop te wachten. Niemand heeft zin in een confrontatie. Nee. Of dat je van je fiets wordt afgetrokken terwijl je richting je werk gaat of naar de stad gaat of wat dan ook. En daarom is het argument, al vind ik altijd een beetje frappant, dat als mensen dan zeggen van hey, I'm a lover, I'm not a fighter. Of weet je, zulke soort dingen vind ik dan een beetje, vind ik een beetje frappant, omdat ik dan bij mezelf denk van ja, maar alsnog, het kan je overkomen. Je moet jezelf ook gewoon kunnen verdedigen. Precies, het gaat niet uit van agressie, maar meer. Nee, helemaal niet juist. Ja, als je kijkt naar mijn leden, bedoel, er zitten huisartsen bij, er zitten accountmanagers bij, ik noem maar wat. Weet je. Mm-hmm. Van alle studenten, kinderen, alles zit daar tussen. En dat maakt het een mooie sport. En dat is dus een beetje wat ik dan doe in het kort. En dat doen we ook voor organisaties. Juist, dus niet alleen voor particulieren. Voor particulieren, voor organisaties, voor bedrijven. Dus ik heb dan twee bedrijven. Dus nou, Amsterdam DJ, waar jij dan voor mij helpt met mijn teksten. En B753. En daar passen we gewoon dezelfde concepten ook op toe. En dat kan dan zijn voor overheid, zorg, et cetera. Ja. En daar gebruiken we eigenlijk dezelfde concepten. Super. Maar het hoeft niet altijd over te gaan op. Ja, dus een misconceptie met BJJ van dat altijd alles naar de grond toe moet gaan. Er zijn ook heel veel dingen staan die je daar kan doen. Mm-hmm. En ja, als ik dan een beetje moet uitleggen wat BJJ dan is voor de mensen die het niet kennen. Ik ben nooit in de veronderstelling dat mensen het kennen. Dus ik moet altijd vanaf het beginnen. Kijk, op een gegeven moment, soms je doet het een paar jaar. Een aantal jaar, ik al heel wat jaren. En dan denk je vaak, iedereen kent het. Precies, maar niet echt, heel veel mensen kennen het niet. Het begint wel op te komen in Nederland. Hè? Enorm. Dus het is wel heel erg populair nu. En dan, toen ik het ontdekte, toen dacht ik ook van ja, ik kwam eerst in aanraking met MMA, dus dat Mixed Martial Arts. Andere vechtsport, ja. Ja, en dat is dan een combinatie van verschillende vechtsporten. Maar ik had nooit het idee van dat het grondwerk en dat worstelen en dat grappelen zoals het heet, dat ook een onderdeel was van BJJ. Dus toen heb ik dat eigenlijk gewoon laten varen. Toen was ik gewoon bezig met een andere sport, gewicht even een beetje boksen en zo. Ja. En toen kwam ik dus bij toeval op een filmpje van Rickson Gracie. Dat is de zoon van de bedenker van de sport. Helio Gracie. Het is een hele familie volgens mij. Ja, het is een hele familie. Ja, het zijn honderden broers en zussen die dan zeg maar gewoon allemaal in één huis hebben gewoond. En daar gewoon met z'n allen hebben getraind, dag in dag uit. En het is eigenlijk puur toeval dat zij ook bij BJJ zijn gekomen, want zij zijn dan weer ergens in 1914 in aanraking gekomen met een diplomaat uit Japan. Yeah. Die zelf Japanse jiu-jitsu deed, hè, wat in Nederland ook best wel veel wordt beoefend. Yeah, yeah. En dat is dan eigenlijk meer staand en dat is dan meer kata-achtig. Dus niet echt realistisch. Mm-hmm. Het is een prachtige sport, het is meer kunst, ja, zo zie ik het al. Het is meer kunst voor mooi om naar te kijken, maar heb je er echt iets aan om die weerbaarheid te vergroten? Ja, er zijn wel een paar dingen die werken, dus polsklemmen werken altijd en zo. Dus het is niet dat ik zeg van, dat is niet, maar het is niet, je ziet niet iemand Japanse jiu-jitsu gebruiken in een MMA-kooi.
Ja, ik snap. Hoezo heb jij dan toch voor BJJ gekozen in plaats van MMA of judo, karate? Ja, ik heb al een goede vraag. Ik heb altijd gebokst. Ik heb altijd, nou, ik heb, weet je, ik heb geworsteld in combinatie met BJJ. Ja. En uiteindelijk ga je dan op een gegeven moment een beetje, omdat Gracie Jiu-Jitsu, je gaat zeg maar afweging maken. Dan denk ik bij mezelf, oké, wil ik dit gaan doen? En eventuele extra hersenbeschadiging oplopen voor niks. Want het is niet iets waar ik mijn geld mee verdien, zeg maar. Nee. Dus ik ga niet de ring in. Precies. En ik verdien mijn geld hobby, mee. Ja. Ja, of wil ik mezelf kunnen verdedigen in eigenlijk bijna alle soort situaties. Want het Gracie Jiu-Jitsu is heel compleet. Er zitten ook stoten en trappen in en grappelen en grondwerk. Wat heel erg op, dus op MMA lijkt. Want daar is dus eigenlijk waar het vandaan komt. Dat heette vroeger Vale Tudo. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk van alles mag. Juist. En dat is dus waar de Gracies hun BJJ hebben kunnen laten zien dat het effectief, bewezen effectief is. En dat was, ging een stukje harder aan toe dan wat je nu in een MMA kooi ziet. Waar meer regels zijn, et cetera. Weet je wel. Daar kon je gewoon krabben. Van alles. Alles mag. Alles mocht. Ja, waar je toen alles mocht. Ja. Je bent zelf, sorry dat ik je onderbreek, maar je bent zelf ook wel bij Rick's and Gracie geweest om te trainen, toch? Ja, bij hem thuis ook. Ik heb zelf echt de eer en het geluk gehad dat mijn leraar een zwarte band onder hem is. Mijn leraar traint al meer dan 25 jaar onder hem. En Rick's and Gracie staat alom bekend als zeg maar de beste van de Gracies. Yeah. En dat kwam omdat hij was fysiek heel sterk. Maar hij trainde echt als iemand die niet fysiek sterk was. Hè? Want zijn vader was een hele zieke, fragiele man die eigenlijk BJJ heeft, of Gracie Jiu-Jitsu heeft geleerd. Alleen met kijken, zeg maar. Hè? Dus nadat die Japanse meneer Maeda naar Brazilië kwam en zijn broer en zijn ooms dat heeft geleerd, moest hij eigenlijk toekijken vanuit de zijlijn, omdat hij ziek was. Precies. Op een gegeven moment was een keer zijn broer niet opkomen dagen. Toen heeft hij eigenlijk de les overgenomen. En meer vanuit het perspectief laten zien vanuit een kleinere persoon kan winnen van een grote persoon met hefboomtechniek, yes. Leverage, ja. Zoals het heet. Ja, ja, ja. Dat pas je dus ook regelmatig toe in jouw trainingen. Ja, dat is eigenlijk waar heel het BJJ op is gebaseerd. Ja, ja, ja. Op leverage. Dus kijk, het klinkt in Nederlands wat minder, hè, hefboom. Leverage klinkt wat lekkerder in het Engels. En dat is gewoon eigenlijk... het klinkt, kan heel zweverig klinken, maar als je gaat kijken, als je intoetst Google of YouTube Helio Gracie, dan zie je ook dat hij gewoon 3 uur lang aan het knokken is met mensen van 100 kilo en hij weegt 60 kilo. Dus het is niet zo, het is even theorie, maar het is ook gewoon echt, je kan het ook gewoon echt zien dat hij het ook gewoon echt toepast. Yeah. En het is eigenlijk in principe leer te overleven. Leer comfortabel te zijn in hele oncomfortabele situaties. Want je weet ook niet hoe lang een gevecht kan duren. Of op straat heb ik het dan over. Hè. Dus vanuit dat perspectief trainen wij dan ook. Ja. Dus ik weet niet, als ik iemand in een donkere steeg tegenkom, of dat wij een uur lang gaan zitten vechten of om leven en dood. Langs elkaar loopt. Ja, ja, dat weet je niet. En dat is het mentale aspect. Ja. Jullie worden sterker fysiek met BJJ, ja. Maar ook mentaal heb je heel veel voordelen van BJJ, klopt het toch? Zeker, ja. Ja, ik bedoel, het vergt, ik heb diep respect voor iedereen die de mat opstapt, want weet je, daar gaat een heel proces aan vooraf. Hè? Dus het is zeg maar van, ik wil BJJ proberen, mailtje, ik wil het proberen, maar ik ben beginner, kan ik wel meedoen? Ja. En dan op een gegeven moment, nou, mail, oké, weet je, proefles aanvragen. En dan komen, oké, allemaal nieuwe mensen. Ja, tuurlijk. En dan, weet je, dat zijn allemaal dingen waar je wel over moet, daar denk ik dan ook. Ik ben nooit mijn eerste les vergeten. Dus dat onthoud ik altijd als er een beginner komt. En, weet je, een mat opstappen en door iedereen afgetikt worden op één avond. En op een vriendelijke manier, ja. Dat dan wel. Maar je moet gewoon echt door iedereen afgetikt van alle kanten. En dan denk je van, ja... Wat heb ik hier nou eigenlijk wat, aan over? Ja, ja, of je zegt, precies. Bij mij dan, was dat van, oh, ik vind het helemaal geweldig. Ik wil dit gewoon gaan doen, ik wil dit juist leren. Dus het kan twee kanten opgaan. Maar het is maar hoe je het bekijkt. Want de manier hoe ik het bekijk is van, er is een zeer diep respect tussen elkaar. Want als ik
zeg maar, jou nu zeg maar verwurg in een les, dan kan dat jouw leven, kan ik je leven beëindigen, zeg maar. Maar dat doe ik uiteraard niet. Niemand doet dat. Maar door dat bouw je zo'n diepe band op met elkaar. En daarom worden de mensen die vaak samen met elkaar trainen in zo'n BJJ-school, dat wordt echt gewoon een broeder- en zusterschap. Omdat je elkaar toevertrouwt met je leven. Juist. Met je ledematen. Want als ik jou in een armklem leg, dan, weet je, ik bedoel, arm is heel fragiel. Dit kan echt binnen 1 seconde breken. Mm-hmm. Maar dat doe ik niet. Nee. Dat weet jij ook. Precies. Dus je kan loslaten. Je kan iemand anders het vertrouwen geven. Maar ja, het gaat ook vooral om zelfvertrouwen, toch? BJJ. Ja, dat krijg je door. Dat, weet je, iedereen komt de mat op en heeft een bepaald beeld van zichzelf. Van, ik denk dat het wel meevalt. Sommigen denken van, iedereen gaat me vandaag helemaal in de knoop leggen. Ja, dat is maar wat je ervan maakt. Want ik weet niet wat voor beeld iemand heeft als hij de mat opstapt. Hè. Misschien denkt hij, ik ben grandioos. Ik ga vandaag iedereen hier, niemand gaat mij pakken vandaag. Of iemand komt binnen en die zegt van, hey, ja, dit wordt echt een hele lange avond. Ja, precies. Dat weet ik niet. Maar mijn taak is om diegene zich comfortabel te laten voelen en de effectiviteit van de technieken te laten zien. Mm-hmm. En ook al moet diegene 100 keer aftikken op 1 avond, dat hij denkt van, hey, misschien kan ik op een dag net zo goed als Abdel zijn. Of tot het punt komen waar hij nou is. Ergens om naar te streven. Precies, dat kan. Ja. Maar als jij een hele slechte ervaring hebt, het kan ook zijn als jij nou een Fiat rijdt en jij rijdt elke keer gaat die stuk. Koop je nooit een Fiat. Dan denk je van, ja, een Fiat is echt een klote auto. Je vertelt tegen vrienden, tegen je familie, ik koop nooit. Maar ik rijd in een Fiat en ik rijd er al 20 jaar en ik heb nog nooit wat mee gehad. Nooit een krasje, nee, klopt. Dus dat kan, weet je wel. Dus dat is dan ook zeg maar de ervaring die ik dan probeer te geven aan de mensen die dan komen. Moet leuk zijn. En dan ligt het aan hen of zij willen doorgaan of niet. Ik heb mijn taak al gedaan. Precies. En dat doe ik met veel plezier. Dat doe ik echt met plezier. Dus het lesgeven is echt mijn hobby en mijn passie. Ja. Je bent ooit begonnen als hobbyist. Ja. Je hebt je werk van weten te maken. Ja. Je leert andere mensen nu. Je hebt zelf ook best wel wat tegenslagen gehad in het leven. Heeft BJJ jou daarmee geholpen? Ben je daardoor gegroeid? Ja, enorm. Ik denk dat dat BJJ echt de sleutel is geweest voor mijn succes. Mm-hmm. Zowel in het ondernemen als zeg maar in het leven, zeg maar. Ik kwam in BJJ, toen ik in BJJ begon, zat ik in een hele slechte periode in mijn leven, zeg maar. Ik had dan ik was aangereden door een bus, 33 operaties gehad, 4 jaar revalidatie. Ik zou nooit meer kunnen lopen, ik zou plastic darmen krijgen, ik zou van alles en nog wat, alle operaties zijn misgegaan. En nou, 2 jaar toen in een psychiatrische instelling moeten wonen, zeg maar, voor mentale rust en herstel. Maar dat ging steeds van kwaad tot erger, een beetje medicatie. Je spreekt eigenlijk maar 1 keer in de week een neuropsychiater. Dus dat was eigenlijk gewoon een hele slechte periode in mijn leven op een gegeven moment. Nou, daarna, zoals ik al zei, ben ik puur toeval bij het BJJ terechtgekomen nadat ik veel andere dingen had geprobeerd. Ja, en daar keek ik gewoon elke avond naar uit, weet je wel. Dan ging ik daarheen, ik begon volgens mij in 2013 of zo. En dan ging ik daarheen. En dan was 2 uur gewoon helemaal voor mijzelf. Om gewoon allemaal nieuwe dingen te leren, nieuwe mensen te ontmoeten. Weet je wel, vanuit je problemen te vergeten. Alles te vergeten. In het moment te leven. In het moment, op een gegeven moment dan, kijk, je problemen gaan niet weg. Maar je hebt wel gefocuste training, je leert wat nieuws. Je leert allemaal mensen kennen, je mood verandert helemaal. Ja. En dan heb je ook nog een na-effect van zo'n training, weet je wel. Gezellig in de kleedkamer, na het douchen. En dan heb je nog steeds dat euforische effect na zo'n training. En dan op een gegeven moment ga je met een beetje positieve mindset naar huis. En denk je van, hey, weet je, misschien kom ik er toch wel doorheen. Juist. Maar dat gaat de hele tijd, dat gaat zo. Mm-hmm. Want je kan ook een hele slechte training hebben. Ja, precies. En dan denk je van, ja, waarschijnlijk wordt het niks. En dat is dus die mentale weerbaarheid waar we het dan over hebben. Is dat je kan niet in 1 keer mentaal weerbaar zijn. Dat kan niet. Dat is een proces. Het is een proces van jaren, jaren, jaren. Op een gegeven moment, je gaat elke dag, daarom zeg ik, het vergt echt heel veel voor iemand om BJJ te doen. Want het is elke dag weer. Mm-hmm.
En je ego, en je ego ook. Weet je wel, je ego wordt, ze noemen het ook wel, jiu-jitsu is de ultimate ego equalizer. Want het kan zo zijn dat ik ben 100 kilo massieve beer, maar dan komt er een meisje wat 10 jaar traint en die pakt mijn rug en die choke me van achteren. Ja, dan denk ik, oké. Weet je, dan kan je zeggen van, ja, wat is dat nou, een klein meisje die choke mij gewoon en van alles. Ben je niet goed genoeg? Ja, of je zegt van, hé, dat is gewoon goed gedaan en dat is gewoon puur techniek. En die wil ik ook gewoon leren. Juist. Dat is het. En dan, ja, dus wat gaat je ego dan doen? Weet je wel, zoals ik al zei tegen jou voordat we begonnen, dat ik nu het boek lees van Ryan Holiday, Ego is the Enemy. Dat, dit soort dingen, ja, hij doet dan ook toevallig BJJ, mm-hmm. Ryan Holiday, en die geeft hij ook vaak als metafoor in zijn boeken. En, ja, wat doe je dan? Weet je wel, wat ga je dan doen op zo'n moment? Weet je, storm je dan van de mat af? Of zeg je tegen die meid van, hey, thank you, and could you learn me the... Precies, de reactie is ook waar het om gaat eigenlijk. Ja. Hoe ga je er zelf mee om? Ja. Met verlies, maar ook met overwinningen. Jij bent zelf actief ook in Europese competities. Ja, nationaal en Europees. Ja, hoe vier jij je overwinningen? Eerlijk gezegd niet. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Maar je bent wel trots, je bent blij als je wint, denk ik. Ja... Of dankbaar meer? Ik ben dankbaar dat ik het kan doen. Nou, zeg maar waar ik vandaan kom. Dus ik ben een jongen die komt uit een rolstoel en heeft zoveel dingen meegemaakt. En ik ben meer inderdaad wat je dan zegt, hè, dan ben ik zo'n competitie en dan denk ik gewoon van, ik ben hier en ik had hier ook niet kunnen zijn. Hè. Precies. Dus ik ben ook een paar keer overleden op de operatietafel. Maar zo denk ik dan, dus ik ben gewoon blij dat ik daar ben. En als ik dan win, wat natuurlijk iedereen wil winnen, hè, dus je komt naar een competitie, je gaat niet zeggen van, je komt voor de tweede plek. Ja. Maar als ik dan win, je zal mij nooit... uitbundig zien vieren of wat dan ook. Ik zit altijd gewoon met een heel neutraal gezicht ook naar mijn tegenstander toe en dan bedank ik hem. Dankjewel voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd en van alles. Zo zit ik gewoon in elkaar. En als je al kijkt naar mijn foto's op Facebook of Instagram of wat dan ook, als ik op een podium sta, dan sta ik gewoon, ik lach niet. Want ik denk altijd gewoon bij mezelf van, oké, dit wordt gewoon veel beter. Dit kan gewoon veel beter. Natuurlijk moet je op een gegeven moment reflecteren, mm-hmm. Dat doe ik dan als ik dan bijvoorbeeld mediteer. Dan denk ik mezelf, oké, van goed gedaan, maar dit en dit en dit. En ja, dat, zo zit ik gewoon in elkaar. Juist. Ik ben niet, ik ga daar niet heel lang over. Het is niet heel lang mijn brandstof, zeg maar. Wat is wel jouw brandstof? Waar ga je voor? Waar leef je voor? Ik ben sinds kort vader geworden. Mijn dochter, 5 maanden. En maakt het goed? Ja, dat is heel goed. Ja, dat is echt moeder ook? Moeder ook, ja, heel super. Goed. Ja, dus het is gewoon compleet weer mijn hele leven. Dat is vooral ja, ik stralen. Ja, mijn dochter is gewoon, dat is gewoon echt mijn alles, man. Het is echt geweldig, man. Ja, dat heeft echt gewoon een hele. Alles is gewoon veranderd, man. Ja, echt alles. Ik weet niet, heb jij kinderen? Nee. Ja, okay. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het is het is voor mij life changing. Het is echt life changing. Ik vind het helemaal geweldig om vader te zijn. Fantastisch. Ja, dat is echt leuk. Ja. Dus dat is een hele grote brandstof dan nu. Er is niks van gelogen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dus mijn dochter is echt nu gewoon enorm veel blijdschap in ons leven nu. En dan denk ik, ja, dat zeg ik dan tegen mijn vrouw wel eens van, hoe dan, een paar maanden geleden was zij er niet. En toen, en dan nu 5 maanden later is het gewoon, alles draait nu om haar natuurlijk. Maar, is het nog te combineren met werk? Jawel. Ik werk nu nog meer als ooit tevoren. Bewust? Bewust. Ook gewoon nog meer gedreven om nog meer nog meer uit het leven te halen, zeg maar. Dus ik ben nu bezig ook. Ik ben nu in het proces ook om BJJ, zeg maar, echt een behandelmethode te maken. Mm-hmm. Voor mensen met trauma, voor mensen met... dus ik ga nu weer de boeken in. Ik ga weer opleiding doen voor psychologie. Klasse. En dat gaat gewoon weer
een jaartje of 6 kosten. Of 8, ligt er aan hoe je wilt specialiseren. Maar dat, weet je, je moet gewoon ook oncomfortabel zijn in het leven. Ik kan nu gewoon zeggen van, hey, het gaat gewoon goed nu allemaal. Ja, precies. Laat ik het rusten, laat ik gewoon lekker op zo'n en, ja, dus dat is ook doorgaan. Wat ik net zeg met die wedstrijden. Ik kan maandag naar de club toe gaan en zeggen van, hey, ik heb gewonnen en kijk mij nou. En als mensen mij dan feliciteren, zeg ik van, nou ja, dat was gewoon, dat was niet spannend. Weet je wel, we gaan gewoon weer door aan de volgende. Ja, ja, ja. En dat, ik geef dat niet te veel, ik laat dat niet te veel groeien, zeg maar. Als ik daarop ga groeien of daarop ga teren, zeg maar, dan dat is gewoon, ja, slechte, vind ik dan slechte brandstof. Mm-hmm. Dat is nu iets wat in het verleden is. Het is vergankelijk, ja. Ja. Je prestatie is geweest. Is geweest. Dus je moet een volgende prestatie. Ja, en als je gewoon naar kritisch gaat kijken. Kijk, als ik nu ga kijken naar beelden van een paar jaar geleden en hoe ik het nu doe. Als ik toen had gezegd van, joh, ik was helemaal geweldig wat ik toen deed. En het is gewoon compleet, dat kan niet, weet je wel. Dus dat is gewoon, je moet natuurlijk even blij. Niet, voor mij is dat niet echt langer dan een minuut en dan daarna ga ik... Ja, echt waar? Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt ja. Bijzonder. Ja. Ja, omdat ik weet wat er rondloopt in deze wereld qua level, mm-hmm. wat betreft BJJ. Juist. Dus want ik heb dan... Meet je jezelf daarmee ook? Ik meet niet, maar ik weet dat het er is. Mm-hmm. Want ik ben gefocust op mijzelf. Ja. Dat is een van mijn, ik wil niet zeggen helden, maar iemand die heel erg voor respect was, David Goggins, daar hebben we het hiervoor ook over gehad. Maar hij zegt, altijd zegt hij weer van, win the war within, in jezelf, in je hoofd. Juist. Daar ben ik mee bezig, met mezelf. Dus je meet jezelf alleen met jezelf? Ik meet mezelf, waar was ik vorig jaar, waar ben ik nu, waar wil ik volgend jaar heen. En waar wil je volgend jaar heen? Volgend jaar staat het in het teken van studie. Yes. En we gaan nu voor de derde keer weer verhuizen met de Amersfoort BJJ. Kijk. We gaan nu naar een compleet eigen pand, academie. Alles gaat verbouwd worden. Dus daar gaan we de komende maanden nu ons op focussen. Super man. En, ja, het gaat vooruit dus. Het gaat zeker vooruit. Ja, ja. We hebben een hele korte tijd al... echt meer dan 50 studenten en het blijft maar groeien. Dus het is nu tijd voor die stap. En dan, weet je, ik ben altijd een bewuste ondernemer geweest. Ik kan het gelijk of heel groots aanpakken, maar ik ben altijd van, oké, ik blijf gewoon kleine stapjes, we kijken waar het gaat. En nu gaat het gewoon goed. En dat heb ik altijd geleerd van mijn oom. Die is nou overleden, maar we hebben altijd samen ondernomen. Vroeger zaten we in de auto-industrie. Een van de grootste occasion bedrijven in Nederland. En nu, hij is er nou niet meer, dus alles is weg. En, nu gewoon maar de les heb je meegenomen? De les heb ik meegenomen, ja. Zeker. Ik heb daar gewerkt sinds dat ik 9 jaar oud was. Kijk. Echt jong, opruimen en auto's poetsen en zo. Helemaal onderaan. En dat zoals ik nu, wat jij nou zegt. Ook begonnen met BJJ. Ja. Kijk, en dan nu ben je leraar, maar ik mis heel erg het weer nieuwe dingen leren. Dus ik ga dan bijvoorbeeld naar een worstelclub. Ik ga dan bijvoorbeeld weer een nieuwe studie doen. Dus wat ik dan vaak zeg, wat ik dan vaak wel eens meegeef als advies aan mensen, weet je wel. Wees niet bang om weer witte band te zijn. Mm-hmm. Weet je wel, wees weer een white belt. Juist. Begin weer opnieuw. Anders word je te comfortabel waarschijnlijk. Ja, want ik zou nu heel erg comfortabel kunnen zijn. Ik bedoel, ik heb 50 studenten. Dat zal waarschijnlijk volgend jaar zal dat 100 zijn. En misschien over een paar jaar 200-300. Ja. En dan kan ik zeggen, hey, ik ben de koning, ik zit hier op de troon. Maar... Wie weet werkt er iemand nog iets harder dan jij. Bijvoorbeeld, maar BJJ is een sport die liegt niet, hè. Ik bedoel, ze zeggen wel eens, the match don't lie. Mm-hmm. Want als ik zeg maar hier bovenaan de troon zit. En ik heb op een gegeven moment een hele fitte atletische blauwe bander. Waar ik dan mee ga rollen, zoals dat heet. Ja. En die pakt mij gewoon. Precies. Dan kan ik wel zeggen van, precies, weet je wel. Dus ik ben ook gewoon constant elke dag aan het trainen en zwoegen en zweten. En ik had laatst een hele mooie review gekregen van een nieuwe leerling, die bij mij nu al een tijdje traint. En die had gewoon een review geschreven op Google. Zei die van, wat ik het mooie vind aan Abdel is dat hij nog meer zweet dan zijn leerlingen.
Hij traint nog harder dan zijn leerlingen. Ja, dat vind ik een mooi compliment. Omdat dat inderdaad is wat ik ook gewoon echt doe. Want dat is de enige manier om jezelf te ontwikkelen, vooruit te gaan. Ja, dus dat is wat je misschien mee wil geven aan de mensen die net starten met BJJ. Blijf jezelf ontwikkelen. Ja, nee, kijk, voor de mensen die starten met BJJ is het gewoon goed om gewoon te beginnen. Probeer dingen uit. Vind een goede club. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En een goede leraar. Iemand die je echt ondersteunt. Iemand die je ondersteunt, weet je. Waar herken je een goede leraar aan? Ja. Iemand die niet constant over zichzelf praat, dat is misschien één. En gewoon ook gewoon echt je concepten uitlegt en niet technieken. Mm-hmm. Want een concept is belangrijker dan een techniek. Juist. Want ik kan je 10.000 technieken laten zien, maar hoeveel daarvan ga je onderhouden? Niet. Weet je, je kan mij nu 10.000 copywriting technieken laten zien of SEO dingen, maar dat ga ik niet onthouden. Maar als jij gewoon tegen mij zegt, hey, bijvoorbeeld voor een onderneming zoals een vishandel, gebruik het woord vis en gebruik dit en gebruik het verhaal. Begin klein. Dat, daar heb je meer aan. Want ik kan je wel allemaal leuke dingen laten zien qua techniek. Maar daar heb je nu nog niks aan. En dat zou dan zo'n leraar zou dat dan ook aan je moeten kunnen laten zien. En vooral veel aftikken. Juist. Dat is heel belangrijk. Laat je ego van de mat. Klein beetje ego is niet erg hoor. Dat hebben we allemaal. Maar laat het je niet overkoepelen, zeg maar. Dat jij denkt van, hey, weet je, er zijn gewoon echt, je leert zoveel op de mat. Alle religies komen bij elkaar, alle soorten mensen, klein, dun, dik, breed, sterk, niet sterk, vrouwen, kinderen, alles komt bij elkaar. En gebruik dat ook gewoon. Gebruik die lichaamstypes, want zonder die mensen kan jij ook niet trainen. Precies. En wat ik tegen je zeg, ja, meet niet met anderen. Jouw progressie is heel anders dan iemand anders. Misschien is iemands progressie gewoon überhaupt de auto instappen en naar de dojo toe komen rijden of naar de academie. Dat is al een hele stap, battle voor hem of haar. Ja. Ik denk van, vandaag, oh mijn god, nee, weer vernedering. Weer vernedering vandaag. Weet je, dat weten wij niet, weet je. Iedereen heeft een battle in zichzelf. Wees gewoon lekker bezig met jezelf, jouw progressie. En als je het wil meten, dan doe je gewoon een wedstrijd. Perfect. Dat is een goede manier om te meten. Abdel, dankjewel. Thanks, man. Dankjewel, man. Dankjewel voor de podcast.